Bent u op de hoogte dat het vanaf 1 juli weer fors duurder wordt? Ik heb het gelezen inderdaad, ja. Wat gaat u nu doen? Minder tanken? Ik ga hem nu vol tanken en ik rij sowieso niet zoveel meer. Ja, dat is een hoop geld. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen lastig is dat het duurder wordt. Dat is weer heel vervelend. Ik dacht we gaan weer de goede kant op, maar jammer. Moeten we maar weer mee dealen. Ik denk dat consumenten massaal voor 1 juli zullen gaan tanken. Want het bespaart je gewoon een hoop geld. Voor benzine betekent dat een verhoging van 14 cent, exclusief BTW. En voor diesel is dat een dubbeltje en daar komt ook nog BTW bij. Dat zijn forse bedragen per liter. Het is zoals het is. Ik kan het ook niet veranderen. Mopperen een keer en we rijden verder. Dat is toch Nederlands? We pikken toch alles hier? Nou, dit dan ook maar weer. De consument gaat dit voelen in zijn portemonnee. En een dubbeltje tot 2 dubbeltjes duurder dit jaar ten opzichte van andere jaren. Betekent gewoon 100 tot 200 euro meer kosten aan brandstof. Ja, dat zal de consument niet fijn vinden. En veel mensen kunnen hun auto niet laten staan. Dus die zullen toch die pijn moeten nemen. De meeste kilometers die wij maken, maken we bij onze oosterburen. En we hebben een beetje geluk dat we hier een beetje vlak bij de grens wonen. Want tanken in Duitsland is straks een stukje voordeliger natuurlijk. Dan gaan uw centen. Ja, je mag hem ook afrekenen.